Niks gaat er boven een lekker glaasje melk in plaats van een theetje. Mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Theeleuten. Zo, schoor. ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden, want Theeleuten is elke week op maandagavond. Ga lekker met een theetje achter je computer en geniet van deze babbelaflevering. Tot na het intro. En jongens, er zit weer een hele week op. Het gaat steeds sneller. Het gaat echt sneller. Ik heb twee onderwerpen waar ik het over wil hebben. En dat is namelijk wat er op mijn shirt staat afgebeeld. The Evil Within. Een hele gave game die onlangs is uitgekomen vorige week. En ik wil het hebben over... Even spieken. Walibi, natuurlijk. Hoe kan ik dit vergeten? Het Walibi-uitje. Het was fantastisch. Ik ga het eerst even over The Evil Within hebben. Ik ben een serie aan het maken van The Evil Within op mijn kanaal. En ik weet dat jullie het fantastisch vinden als ik mij doodschrik. Als ik schreeuw, als ik aanwezig bang kijk op een facecam. Ik weet dat jullie houden ervan. Ik snap dat ook volkomen. En ik heb er heel erg plezier in om horrorgames op te nemen. Want ik vind het fantastisch om te doen. Ik heb gewoon... heel veel behoefte aan eigenlijk. The Evil Within is ook eigenlijk iets goeds na Outlast. Outlast was een hele enge game. Maar The Evil Within heeft gewoon echt de smaak te pakken. Het is echt een overlevingsspel. Je moet echt elk kastje gaan zoeken naar kogeltjes en naar leven. Om toch sterk te blijven. En hoe verder je komt in de game, hoe moeilijker het wordt. Maar hoe verder je ook in de game komt, hoe meer upgrades je kan uitvoeren. En dat betekent dus dat je je karakter ook automatisch sterker maakt. Het was toch wat allemaal. Ik heb vorige week best wel veel beleefd. We gingen natuurlijk naar Walibi met z'n allen. En ik spring dan gelijk naar een ander onderwerp. En Walibi was na 6 jaar toch wel leuk om te bezoeken. En ik zweer het jullie, het ligt er gewoon echt aan met wie je gaat naar een pretpark. Het maakt niet uit. Het is ook wel eens leuk om afwisselend met iemand te gaan. Ik vond het wel jammer dat ik dan zeg maar in comments lees dat ik vreemd ga of zo. Ik heb zoiets van, ik mag toch ook wel eens met andere mensen naar een park. Het was namelijk de crew van Sinterklaasfilm waar we mee bezig waren. En die had het in de planning om gewoon een keer naar de Walibi Fright Nights te gaan. Het idee kwam ter sprake en ik had zoiets van, ik moet heel graag mee. Klinkt dat raar? Nou ja, ik wil eigenlijk heel graag mee, maar van mezelf moet ik. Omdat ik eigenlijk als groot horrorliefhebber, als we dan terugkomen op Evil Within, ben ik een groot liefhebber van Walibi Fright Nights geworden. Doordat ik dus ging voor het eerst. En ik moet zeggen, het was fantastisch. Het was een hele leuke ervaring. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. De make-up was goed. Ik heb genoten van de sfeer in het park. Ik heb genoten van de Express in het donker te hebben mogen doen. Voor het eerst in mijn leven een achtbaan in het donker eigenlijk. Ja, het was gewoon een geniale ervaring. Wat ik dan wel heel erg een nadeel vind aan Walibi zijn eigenlijk... twee dingetjes waar ik me best wel aan kan storen. De eerste is de thematisatie die heel erg mist in het park. Geen één attractie is leuk aangekleed op een aantal attracties na. In mijn ogen de Express en de Boomstamattractie, maar daar komen we later nog wel een keer op terug. En het tweede onderdeeltje wat mij heel erg irriteert en stoort, dat is iets wat ik heel voorzichtig moet gaan uitleggen. En niet racistisch moet overkomen. En dan niet racistisch qua huidskleur, maar tegenover een groep mensen. Ik kan me storen aan Walibi aan een paar mensen. Mensen die zich niet gewoon aan regels kunnen houden, die gaan roken in wachtrijen. Die gaan dealen van wiet in attractieparken. Doe dat buiten het park. Hou het park voor familiegericht en voor mensen die gewoon plezier willen hebben van een dagje. Ga dat niet verstoren. Ik snap dat er natuurlijk mensen zijn die, vooral kinderen die heel erg grappig willen doen. En die heel erg stoer willen zijn. En die gewoon het niet schelen wat andere mensen denken of vinden van zichzelf. Maar ik kan me best storen als wij met het woordje kanker worden uitgescholden in zo'n park. Dan gaat het gewoon heel ver. En...
Ja, je kan ook niet een leuk liedje met elkaar zingen. Dan word je ook raar aangekeken en word je ook uitgescholden. En dat zijn toch dingen die ik heb meegemaakt in Walibi. En dan denk ik, jongens, ik weet het. Aan de ene kant moeten we er niks van aantrekken. Maar aan de andere kant denk ik, waarom is dit nou nooit in Efteling gebeurd? Terwijl ik al veel meer in Efteling ben geweest. Waarom zie ik dit nou niet in Disneyland Parijs? Waarom zie ik dit nou niet in Duitsland? Mensen, het is gewoon puur Nederland. En ik kan dat ook wel begrijpen en het maakt me ook niks uit. Alleen, ik kan me soms wel een beetje storen aan het gedrag van mensen. Ik bedoel, het is niet moeilijk om gewoon even normaal te doen. En ja, in Walibi zag je dat gewoon een aantal keren terugkomen op de dag. En je had zoiets bij jezelf. Laat gaan, je bent met elkaar, we hebben het gezellig. En dat is het belangrijkste van zo'n dag Walibi. Dat is al, je moet altijd positief denken over je dagje uit. En er kunnen wel eens tegenslagen zijn en dat maakt helemaal geen flikker uit. Dat maakt helemaal niks uit. Maar gewoon dat die mensen gewoon de boel kunnen verzieken, dat is gewoon heel jammer. En bijvoorbeeld s'avonds hadden we dus de Fright Nights. Er kwamen hele enge monsters en zo en spoken en zombies. En het was gewoon hartstikke leuk om te zien. En voor mij ook, de make-up was fantastisch. Een vriend van mij, die David, die mee was, dat zag je in de video van mijn vlogkanaal. Die speelde dus de Scarecrow. Nou, die was fantastisch, had hij het gedaan. En hij doet 10 werkdagen, is hij daar gewoon aanwezig in dat park. En nou, hij deed het gewoon fantastisch. Maar dan zie je toch weer mensen die... De acteurs proberen mensen te laten schrikken en dat kan gewaardeerd worden of dat kan niet gewaardeerd worden. Maar als je weet dat je dat niet kan waarderen, waarom kom je dan in de Fright Nights? Het is de bedoeling dat acteurs jou laten schrikken. En als je dat niet leuk vindt, dan kan je wel ze gaan uitschelden, wat ik ook heb gehoord. Je kan ze wel een stoere mond geven, je kan ze wel grof aan gaan kijken, maar ten eerste is dat niet leuk voor die acteurs. Die acteurs doen hun best, die niet omdat ze betaald worden, maar ze hebben gewoon plezier in wat ze doen. En dan gaan mensen dat ook weer verknallen. En dat is gewoon, ja, dat merk je gewoon aan mensen reactie soms. En je ziet om je heen ook wel wat er gebeurt. En ik ben natuurlijk ook niet achterlijk, dat ik zie dat gewoon, zulke dingen. En dan heb ik zoiets van, kom gewoon niet naar zo'n park. Als je het niet aan kunt, blijf gewoon lekker thuis. Zoek lekker onride-video's op. Ja, je kan gewoon op internet, Walibi onride... Noem maar op. Maar ja, ik kom dan weer terug op van positief denken naar zo'n dag. En dan kan ik jullie vertellen dat jullie jaloers mogen zijn dat ik het fantastisch naar mijn zin heb gehad. Met een superleuke andere crew van de Sinterklaas film. En ik was kapot. Ja, want je moet je voorstellen dat je natuurlijk van 's ochtends, nou ja, 's ochtends vertrokken we. En dan dat je tot 's avonds laat, eigenlijk 's nachts kwam ik 2:30 pas thuis. Dat betekent dat ik bijna gewoon een uur of 18... Nee, iets minder. Wacht even, dan moet ik even goed uitrekenen. Nou, ik denk zoiets. Ik denk dat ik 18 uur actief was op een dag. En dan ook nog heel veel lopen en heel veel gillen en heel veel actief zijn op zo'n dag. Dat is gewoon vermoeiend. En ik heb wel heerlijk geslapen. Dat is wel het voordeel. Als je een dagje Walibi Vrijdags hebt gehad, dan is dat leuk. We hebben 2 spookhuizen gedaan. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik ben kapot geschrokken. Ik kreeg hartstekingen van die... Niet zo'n lekker gevoel. Hier zo, weet je wel, dan heb je zoiets van, jeetje, heb ik nou zoveel opklapmomenten gehad dat ik dacht van, jezus. En het ene spookhuis is nog wat leuker dan het andere. En ja, dat was toch wel je geld waard. Nou ja, om terug te komen dan op Evil Within. Het spel is denk ik wel echt heel tof, omdat ik iets nieuws toevoeg aan de video's. Je krijgt van tevoren namelijk wat er vooraf ging in de Evil Within. Je krijgt dus elke keer voordat je een nieuwe aflevering start, een kleine terugblik aan korte stukjes uit die video die ervoor was, van hoe de video, of hoe het verder gaat, het verhaal. Want het is een verhaal wat ik probeer, ja, te delen met jullie. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Bedankt voor deze Taylor-aflevering. Ik zou zeggen, hebben jullie een vraag? Misschien kan ik hem voor volgende week beantwoorden. Dat is misschien wel leuk. Ik heb nog wat montages Vraag Je Raakshow die ik moet doen. Maar ik heb ook nog een montage voor een privévideo die ik moet maken. Voor een kennis. Ik moet nog heel veel monteren voor nieuwe video's. Ik moet nog Vrachtwagenchauffeur Vincent opnemen. Kortom, ik heb weer lekker druk. En dat komt door jullie. Want jullie vinden de video's leuk. Dus mij geeft het weer positieve zin om die video's te maken. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze Taylor's video. Vergeet geen vraag te stellen. Gaan we volgende week beantwoorden voor jullie in een Taylor's video. En ja, ik zou zeggen, houdoe. En maak er een leuke week van. Want op mijn kanaal komen weer leuke video's. En onder andere natuurlijk de Evil Within. Doei doeg!